Dag beste kijkers, vandaag wil ik het nog eens hebben over het spel. Het overpestenspel is geen gezelschapsspel, het is een vormingsspel. Het is een hulpmiddel om de spelers oplossingsgericht te leren denken, te voelen en te communiceren over moeilijke thema's zoals pesten, zelfmoord, vergeving en rouw. Maar laten we eens kijken naar de inhoud. What's in the box? De doos bestaat uit stevig materiaal en kan gemakkelijk open en dicht gedaan worden dankzij een magneetje. De speler gooit met de handgemaakte dobbelsteen. De dobbelsteen verwijst hem dan naar één van de zakjes. In de zakjes zitten vragenkaartjes. Vele vragen zijn gelinkt aan de theatervoorstelling. Het is dus essentieel om de theatervoorstelling eerst te zien vooraleer het spel kan gespeeld worden. Op elk van deze vragenkaartjes staat een nummer. Dit nummer verwijst naar een boekje dat de begeleider bij zich heeft. In het boekje vind je aan de hand van het nummer, de vraag, het antwoord en tips voor een gesprek. Het is de bedoeling dat de antwoorden klassikaal worden besproken en overlegd. Elke doos bevat ook een inhoudstabel, zo is de kans kleiner op verloren materialen. Het overpestenspel is een absolute meerwaarde van dit project. Wil je meer informatie? Ga dan naar www.overpesten.be. Wil je meer weten over de ontwikkeling van het spel? Kijk dan even naar de link in de beschrijving van de video. Of als je op YouTube kijkt, kijk even naar deze video. Zo, dat was het weer voor vandaag. Ik hoop dat je genoten hebt van deze aflevering. En zoals altijd, tot de volgende!